CryptoCoiners, welkom. Het is donderdag 24 mei en ik heb zojuist een gesprek gehad met Erwin Beckers. Erwin Beckers is een programmeur, een ontwikkelaar. Hij maakt allerlei hele coole apps waar jij en ik alles mee te maken hebben gehad in het echte leven. Of mee te maken gaan krijgen. Daar vertelt hij zometeen alles over in het gesprek dat ik met hem heb gehad. Maar het gesprek gaat met name over technologie, over apps, over computerprogramma's die jou kunnen helpen om effectiever te traden. Om te kijken hoe effectief je had kunnen traden. Ik zal het even kort uitleggen. Erwin heeft namelijk een aantal apps gemaakt. Zijn volledig gratis. Je kunt ze downloaden. Helemaal gratis. Ik laat je in de video even zien hoe je bij die apps kunt komen. Die apps die functioneren eigenlijk op twee niveaus. Er bestaan eigenlijk drie soorten trading apps. De eerste, de meest basale zijn de trading bots. Dat zijn computerprogramma's, het zijn soms ook websites, maar daarachter zit dan altijd weer een computerprogramma die het hele tradingwerk voor jou doen. Die nemen het complete tradingverhaal over van jou. En het enige wat je vaak hoeft te doen is je aan te melden, je vult wat API-sleuteltjes in en het ding gaat voor jou aan de gang. Soms kun je nog wat dingen instellen, wat signalen bijsturen, maar normaal gesproken doen die trading apps verder al het werk. Het tweede niveau apps, of eigenlijk het niveau wat eronder zit, dat zijn scanners. En daar heeft Erwin er twee van gemaakt. Ik ga zo meteen even met je bespreken welke dat zijn, maar in de video komen we er ook op terug. Die geven jou, die besparen je een hoop tijd, laat het zo zeggen. Traden komt vaak neer, in ieder geval als je trade op een van de manieren die we op CryptoCoiners gebruiken, die eigenlijk puur zijn gebaseerd op zekerheid, maximale zekerheid en maximale winst. Dan komt het over het algemeen neer dat je grafieken moet scannen. Als je SPH-trader bent, wat ik zelf ben, vind je eigenlijk nog steeds de allerleukste manier om te traden. Dan ga je aan het begin van je werkdag, van je tradingdag, ga je alle grafieken even af om te zoeken naar momenten waarop je in de toekomst kunt gaan traden. Dus je kijkt naar situaties in het verleden die je een mogelijkheid bieden. Het is vaak een situatie van stabiliteit, paniek, herstel, zoals hier. Even los van de percentages die hier aanhangen. Kijk, als dit bijvoorbeeld een 5%, ik kan het toch niet laten. Nee, het is wat veel minder dit. Maar dit zou een typische SPH zijn als dit 5% was geweest. In de toekomst zou je op deze plek kunnen gaan traden. Op het moment dat de munt hier komt, zou het een kwestie van tijd zijn geweest. Als dit 5% was geweest, waarop je had kunnen instappen en daarna met winst had kunnen verkopen. Alleen het punt is, het scannen van al die grafieken kost gewoon tijd. Je bent er een gedeelte van je ochtend mee bezig. Een half uurtje, een uurtje misschien, afhankelijk van de hoeveelheid grafieken die je door moet gaan. Maar mensen vinden dat toch best een saai proces. En Erwin heeft een app geschreven om dat scannen voor jou te doen. Je krijgt een keurige lijst te zien van momenten waar in het verleden een SPA heeft gestaan en waarop je in de toekomst zou kunnen kopen. Met momenten bedoel ik dus geen tijdstippen, maar bedoel ik prijspunten. En dan hoef je eigenlijk alleen maar alerts te maken op basis van wat die scanner jou vertelt. Dat is de eerste scanner die hij gemaakt heeft. De tweede scanner die hij gemaakt heeft is een daytrading scanner. Want wij hebben in de periode maart en april, met name maart, hebben wij een andere manier van traden getest, daytrading. En op basis daarvan hebben we nu ook een methode bedacht die daadwerkelijk uitvoerbaar is. Die werkt met vier eenvoudige signalen en die een ongelooflijk hoge zekerheid geeft dat je trades ook lukken. En voor de zekerheid, nog een keer het woord zekerheid. Die zekerheid is 98%. Wij hebben ontdekt dat op basis van 1000 gedane trades, dat 98% daarvan lukt, winst oplevert. En Erwin heeft dat getest. Die zei van ja, dat kan allemaal wel zo zijn, maar is dat echt zo? Dus die heeft een app geschreven, een backtester, die test of daadwerkelijk, als je dat zou hebben gedaan, die ook daadwerkelijk die 98% haalt. En het resultaat laat hij je zo meteen zelf zien. En je kunt, en dat is het mooie, je kunt die tests ook zelf uitvoeren. En daarnaast heeft hij ook nog eens een keer een app geschreven die op basis daarvan signalen afgeeft. Zodat je, als je op die manier wilt gaan daytraden, je ook daadwerkelijk die app kunt gebruiken om de juiste momenten te vinden. Je hoeft niet meer zelf al die grafieken af. Ik zeg er wel bij, en dat zal ik in de video ook nog een paar keer herhalen. Het is super belangrijk, en Erwin zegt dat zelf ook nog een paar keer volgens mij. Het is super belangrijk dat je snapt wat er gebeurt. Dat jij in feite het ook zelf zou hebben gekund zonder dat je die apps zou hebben gebruikt. Maar als je eenmaal het spelletje snapt, als je weet hoe je op deze manier moet traden, kunnen deze apps je helpen om het gewoon makkelijker te maken, minder saai te maken, sneller te maken, effectiever te maken. Erwin gebruikt zijn eigen apps ook. En het leuke is dus dat Erwin zijn apps zelf heeft geschreven en ter beschikking stelt van iedereen die ze maar wil gebruiken.
Je vindt onder deze video op YouTube vind je een link naar een speciale pagina op de Crypto Corners website waar je alle bestanden kunt downloaden. Dat zijn links naar de GitHub pagina van Edwin. En je vindt ook een link naar zijn LinkedIn profiel, zodat je met hem in contact kunt komen. Maar let op, heel belangrijk, supportvragen over de apps kun je alleen stellen in die specifieke Facebookgroep. Niet via LinkedIn, want Erwin heeft het puur als vrijwilliger gedaan. Hij deelt hele coole code, gratis en belangeloos, met veel mensen. Het is belangrijk dat wij hem vervolgens niet gaan lastigvallen via zijn LinkedIn-profiel met allerlei vragen daarover, over die apps. Daarvoor is de Facebook-groep bedoeld. Oké, tot zover. Ik wens je veel plezier met het bekijken van de video van het gesprek dat ik zojuist heb gehad met Erwin Bekkers. Ik zit hier virtueel aan tafel, om het zo maar te zeggen, met Erwin Bekkers. Inmiddels bij een aantal van jullie al behoorlijk bekend, want Erwin is erin geslaagd om iets te doen wat heel veel mensen maar al te graag zouden willen doen, namelijk een stuk software maken om hem te helpen en ook heel veel andere mensen te helpen met traden. En voor de helderheid, als je geen idee hebt, heel belangrijk, als je geen idee hebt waar het hier over gaat of waar sommige dingen over gaan die we even in het gesprek met Erwin gaan behandelen, maak je daar niet al te veel zorgen over. Je kunt veel meer informatie vinden over traden, hoe het allemaal werkt. In het YouTube-kanaal van Crypto Coiners, waar je nu al in zit, want anders zou je deze video niet bekijken. En als je nog geen lid bent van de Facebook-groep, ga dan even naar www.cryptocoiners.nl/Facebook. Meld je aan, kun je lekker meepraten met mensen zoals Erwin. Erwin, leuk dat je even tijd vindt op dit voor jou late tijdstip. Want het is bij jou inmiddels, ik zit aan de andere kant van de oceaan, maar bij jou is het op dit moment 9:15 s'avonds. Leuk dat je even tijd vindt om even te babbelen over wat je zoal gedaan hebt. Ik zou zeggen, voordat we van start gaan met het trading, bot, verhaal enzovoort enzovoort, stel jezelf heel even voor aan de mensen die niet precies weten wie je bent. Vertel eens wat over jezelf als je wilt. Ja, nou ja, ik Erwin Bekkers. En hoe ga ik beginnen? Ik ben van eigenlijk ZZP'er, van huis uit programmeur, dus ontwikkelaar. En een tijd geleden al wel geïnteresseerd geraakt in traden. Veel forex getraden. Okay. En met de opkomst van crypto eigenlijk ook crypto erbij gaan doen. En, nou ja, van de een komt het ander, kwam ik jouw clinics natuurlijk tegen. Hoe lang doe je al aan crypto, Erwin? Crypto nu ongeveer een half jaar, denk ik. Okay. Dus nog vrij kort. Ja, en ik ben altijd wel geïnteresseerd in de combinatie van aan de ene kant programmeren met en te zien hoe ik dat kan gebruiken om inderdaad dingen makkelijker te maken bij mijn traden. Dus toen ik die clinics bij jou gevolgd had, had ik zoiets van, nou ja, dat moet wel iets voor te verzinnen zijn. Ja, want je bent ooit begonnen met het schrijven, in ieder geval voor zover ik dat weet. Want ik kan alleen maar zien wat ik in de Facebookgroep heb gezien natuurlijk. Je bent ooit begonnen met het maken van een scanner om SPH-trades te kunnen volgen, klopt dat? Ja, nou daarvoor had ik voor Forex al een aantal IA's gemaakt en scanners. Die me daarbij helpen. Maar inderdaad, voor crypto ben ik eigenlijk begonnen met de SPH-scanner, inderdaad. Ja, gebruiken jullie nog steeds? Moet ik heel eerlijk zijn? Ja, tuurlijk. Nee, ik gebruik hem zelf eigenlijk niet meer. Nee, ik vind het een hele coole methode. Maar ik heb ook zoiets, traden is ook wel, je moet een strategie vinden die bij je past. En ik heb het een tijdje gedaan, SPH's, en ik heb gemerkt dat het past niet echt bij me, ondanks dat het gewoon een hele goede methode is. Past de daytrading methode van jou zeg maar veel meer bij mijn karakter. Dus, Oké, hoe lang heb je nodig gehad om toen je... Want je hebt de daytrading kliniek ook gevolgd. Ja, dus. Ja, die heb ik ook gevolgd. Ah, oké. Okay. En toen je hoeveel tijd heb je gebruikt om nadat je die daytrading kliniek had gedaan om een scanner te maken om te gaan daytraden? Nou, eens even kijken, wanneer heb ik die clinic bij jou gevolgd? Het was volgens mij op een donderdag of zo de eerste die je gaf, geloof ik. Ik ga eerlijk zeggen dat ik dat niet meer precies weet. Donderdag zoiets, geloof ik. En dan geloof ik zondag een eerste scanner had. Oké. Ik zeg zelf altijd tegen mensen, zorg dat je... Ik ben heel benieuwd wat jouw mening daarover is, je standpunt. Ik zeg zelf altijd tegen mensen, en overigens voor de kijkers, als je dit ziet, denk niet dat Erwin en ik dit van tevoren uitgebreid hebben doorgesproken. Hebben we niet. We hebben een paar dingen even snel gezegd. Nou, waar wil
over hebben enzovoort. Maar we hebben verder niet gescript of iets dergelijks. Dus alles wat Erwin roept, Erwin, verbeter me als ik het fout zeg, is gewoon open en eerlijk van Erwin zelf uit. Maar wat ik zou wel wat zeggen is het volgende tijdens kliniek. Zeg, jongens, pas op. Als je aan de slag gaat met trading, zorg dat je eigenlijk alles zelf kunt. Dat je signalen zelf kunt interpreteren, dat je zelf beslissingen kunt nemen enzovoort enzovoort. Voordat je eventueel gebruik gaat maken van hulp van derden. Of dat nou bots zijn of het is whatever. Dat je ook gebruikt signalen, ja. Telegram groups, maakt niet uit wat. Wat vind jij daarvan? Ben je dat eens of zeg je van nou, dit werkt zo goed, deze manier van bot trading hoeft eigenlijk niet? Nee, ik ben het heel met je eens. Er zijn al heel veel mensen die hebben gezegd van ja, ga je hier ook een bot van maken om dat soort dingen. Maar nee, je moet zelf kunnen traden. Gewoon manueel kunnen traden. Ook zonder scanner. En dat is voor, je wil in je trading niet afhankelijk zijn van, tenminste dat is mijn mening, van derden. Je wil zelf inderdaad je eigen trades kunnen maken en zelf geld kunnen verdienen. En niet afhankelijk zijn van die signals of bots of zo die dat voor je doen. En een scanner moet een hulpmiddel zijn om je te helpen. Maar ja, je moet inderdaad wat je zegt ook. Ik vind het ook zonder scanner moet je ook gewoon... Je ding kunnen doen, ja. Heel even voor mensen die wat minder ervaring hebben op dit gebied, en niet daytraders. Wat je hier voor je ziet, niet jij Erwin, ja jij ziet het ook, maar tenminste ik weet niet of jij het ziet, deel ik mijn scherm. Ja, jij ziet het ook. Dit is een typisch voorbeeld van, dit is geen goede plek op dit ogenblik. Dit is niet een plek waar je nu zou willen traden. Sterker nog, er is een verkoopsignaal hier aan de gang. Maar wat je hier ziet zijn de signalen die ik gebruik in mijn manier van daytraden, die we samen met een aantal andere mensen hebben uitgebreid hebben getest in... Alweer een paar maanden geleden inmiddels, februari en maart. En de signalen die ik gebruik zijn Bollinger Bands. Dat zijn als indicators zie je ze hier lopen. Dat zijn die lijntjes hier. Ik ga er nu in deze video niet al te veel op in. En de Stochastic Oscillator. Plus twee andere dingen. We kijken naar candlesticks enzovoort enzovoort. En als ik jou goed begrepen heb. Jij hebt inmiddels een trader geschreven. Een daytrader. En ik heb hem draaien op de achtergrond. We gaan er zo even naar kijken. Die heb je geschreven. Die is in staat om deze signalen zelf te herkennen. En op basis daarvan te melden van, joh, luister, dit is het moment om in te stappen. Of een mogelijk moment om in te stappen. Druk ik me zo goed uit? Ja, het geeft eigenlijk gewoon een signaaltje van, nou ja, volgens mij staan alle seinen op groen. Maar kijk er zelf ook even naar of jij het ook zo vindt. En het bespaart je gewoon veel werk om al die charts langs te lopen. Ja, want het is een scanner. Het is geen bot. Hij trade niet voor jou. Nee, hij scant alleen, inderdaad. Oké, meteen even, want een van de vragen die al gesteld werd, is van ja, maar moet ik dan ook mijn inloggegevens en zo in deze app stoppen om dit te kunnen gebruiken? Zeg jij zelf maar wat het antwoord is? Nee, dat is niet nodig. Nee, hè? En je kunt deze app, want ik ga hem er even bij halen, let niet op het schrikbarend aantal fancies dat ik hier open heb staan. Ik moet even de goede erbij pakken, dit is hem volgens mij. Het ziet er super eenvoudig uit en dat is het eigenlijk ook. Dit is een hele belangrijke knop. Dit is volgens mij de belangrijkste knop die je in de app hebt zitten. Even zonder gekheid, is wel een hele belangrijke knop. Kijk, als je deze app... Dit wil ik even aan alle kijkers vertellen van deze video. Als je deze app gaat gebruiken om je trading te ondersteunen... Als je er wat aan hebt en als je merkt dat je dit gewoon tijd scheelt... kostbare tijd scheelt... Dan zou je kunnen overwegen om een klein gedeelte of een groot gedeelte... Dat moet je helemaal zelf weten... Van de winsten die je maakt met de trades aan Edwin te doneren. Dat kan via deze knop. Die brengt mij ongetwijfeld naar een website... Ik heb er nog niet op geklikt, dat ga ik nu even doen. Naar een website waar ik kan kiezen voor een aantal... Hij brengt me naar GitHub. Zie je? Ja, als je naar beneden gaat. Ja, precies. Onderaan zie je hier de drie donate-knoppen staan. Dus als je Erwin wilt ondersteunen en wilt motiveren, denk ik ook, om hier vooral mee door te gaan, dan zou het geen slecht idee zijn als je Erwin daar op deze manier voor beloont. Maar los daarvan... Yes. Je ziet dit overigens op een Mac. Ik gebruik een Mac nu om deze video op te nemen. Je ziet dit is geen, als je zelf een Mac gebruiker bent, dan herken je weliswaar het verkeerslichtje hierboven. Maar dit is geen klassieke Mac app. Dat komt, je hebt hem gebouwd met? Ja, met een cross-platform UI. Ja, Avaloni UI of zo. Hoe je het uitspreekt. Okay. Maar het is een cross-platform desktop applicaties te maken, zeg maar. Dus hij heeft niet helemaal de look en feel van Apple of van Windows, of van Christian draait. Je hebt een programmeeromgeving gebruikt om deze app zowel te kunnen laten, kunnen laten toepassen door mensen die een Windows machine hebben, of die een Mac hebben. Klopt dat? Ja, okay. Ja, dat klopt. Ja.
Nou, en eigenlijk zijn er twee opties die belangrijk zijn. Dit wordt straks de belangrijkste, start scanning. Hij is nu aan het slapen, zoals je ziet, deze app. Maar de allerbelangrijkste optie zit hieronder. En daar wilde ik het heel even met je over hebben. Ja. In het file menu vind je een settings optie. En als je die aanklikt, dan krijg je deze mogelijkheden. Ja. Je kunt op een aantal beurzen, je kunt voor een aantal beurzen kiezen. Dit zijn de beurzen die je op dit moment hebt ingebouwd. Heb je plannen voor nog meer exchanges of blijft het hierbij voorlopig? Nee, op zich zijn er nog wel plannen om meer exchanges toe te voegen. Maar ja, je bent ook een beetje afhankelijk wat die exchanges aanbieden, zeg maar. Of je daar de gegevens kan ophalen die je nodig hebt. Want hoe werkt zoiets in de praktijk? Ik bedoel, stel ik kies hier nu voor een bepaalde exchange. Hoe doet deze app dit? Hoe haalt deze app die grafieken op? Ja, nou, alle exchanges die hebben wel een publieke API, wat ze noemen. Dus, en dat is eigenlijk een soort portaal waarbij ze gegevens van die exchange aanbieden. Dus dat kunnen de dagelijkse volumes zijn van een muntje, of de candlesticks van de afgelopen dag, of het orderboek. Het zijn allemaal publieke gegevens. En die kan je gewoon ophalen dat vanuit een programmeeromgeving. En de een biedt wat meer dan de ander. Maar deze die in dit lijstje staan, die zijn in ieder geval geschikt om de gegevens op te halen die we nodig hebben voor de daytrading strategie. Mm-hmm. En voor elk van de beurzen die hier in dit lijstje staan, ja. moet jij programmeren? Nee, ik gebruik een library die iemand anders weer maakt om die beurs te benaderen, zeg maar. Dus dat is een stukje software wat ik weer gebruik om die beurs op te vragen. Dus op het moment dat die bewuste persoon iets toevoegt, kun jij dat toevoegen aan jouw app? Ja. Oké. Op zo'n manier, duidelijk. Oké. Ik heb hier even overigens voor de kijkers voor Bittrex gekozen, een van de beurzen waar ik zelf regelmatig op trade. Maar er zijn er meer, zoals je ziet. Je kunt ook Bitfinex gebruiken. Binance natuurlijk, steeds populairder, steeds groter. HitBTC staat er al bij. Kraken staat er zelfs bij. GDEX, tegenwoordig Coinbase Pro. Hè. Ze zijn een naam aan het wijzigen. Het wordt nu Coinbase Pro. Als je een GDEX-account hebt, wordt dat gewoon een Coinbase Pro-account. Dus hoef je verder niks aan te doen als klant van GDEX. Dan heb je hier nog iets staan. Currency waar je in kunt traden. Dit is waarschijnlijk de basismunt waar je in gaat traden. De basismunt waar je in gaat traden, ja. Dus dat zal voor de meeste mensen waarschijnlijk wel BTC zijn. Maar ja, dus kan je er meer dan één tegelijk kiezen? Je kan er meer dan één tegelijk kiezen, ja. Alleen zit je dan wel een beetje met je volume, zeker bij Bittrex, maar dat komen we daar ook op. Want daar komen we op, zeker. Want hier staat inderdaad, even, als je niet precies weet, als je wel kunt traden, maar je weet niet precies hoe deze manier van daytraden werkt. Ik gaf al een beetje informatie. Als je totaal nog nooit hebt getraden, negeer dit stukje even. Ga even met de hond wandelen of zo. Ik heb een paar minuutjes nodig. In feite werkt deze manier van daytraden op basis van een paar signalen. Eerste signaal liet ik al zien. Dat zijn de Bollinger Bands. Heel even terug naar de Coinergy slide. De Bollinger Bands die hier staan. Op het moment dat dat een candle, de onderste Bollinger Band, is gepasseerd. Dus hij opent of sluit. Bij een rode candle is dat sluiten. Bij een groene candle is dat openen. Onderste Bollinger Band. Dat is signaal 1. Superbelangrijk signaal. Signaal 2 is... onderin bij de stochastic indicator, die oscillator die je hier ziet staan, moeten sowieso beide lijnen onderin in het onderste gebied staan, in het oversold gebied. En het mooie eigenlijk, dat raad ik met name beginnende traders aan, dat daarna de gele lijn, in mijn geval is dat hier de gele lijn, dat die alweer in het niemandslandgebied zit, in het gedeelte hier tussen. Dat is signaal nummer 2. Signaal nummer 3, superbelangrijk, is volume. En volume betekent dat over de afgelopen 24 uur eigenlijk 100 keer zoveel is verhandeld als waar jij mee gaat traden, waarmee jij je eerste trade inzet. Er is nog een vierde signaal, dat laat ik hier even lopen, is nu niet zo heel relevant. Maar die signaal, dat volumesignaal, dat heb jij, en nou zijn we weer terug in je app, heb je hier ingebouwd in je app. Hier staat namelijk het minimale volume wat dan de afgelopen 24 uur moet hebben plaatsgevonden. Wat moet ik me met dit getal voorstellen? Is dit 400.000 bitcoin? Nee, daar is inderdaad heel veel verwarring nog over. En dat wordt een beetje veroorzaakt door Bittrex, moet ik zeggen. Okay. Het idee was inderdaad dat op het moment dat je daar voor bitcoin kiest, wat we nu gedaan hebben, dat je hier dus opgeeft van nou, hoeveel bitcoin moeten de afgelopen 24 uur verhandeld zijn op die beurs. Wil die in aanmerking komen om te gaan scannen. Dus doe je het in dollar, dan zou het $400 zijn en een bitcoin, 400.000 bitcoin is misschien wat veel, dus dat zou je wat lager moeten zetten.
En dat werkt op zich goed voor Bitfinex en Binance en dat soort dingen. Alleen voor Bittrex, dat is dan net de uitzondering. Die geeft het via die API waar ik het net over had, het volume in een ander formaat terug dan dat ik verwacht. Dus daar moet je een beetje mee spelen even. Het kijken van, nou, wat is het volume waarbij ik nog genoeg muntjes ga krijgen die gescand worden. Maar ook weer niet dat die alle heel low volume muntjes meeneemt. Mm-hmm. Ik ben bezig met een nieuwe versie waarbij dit gewoon, op het moment dat je daar Bitcoin kiest, hier ook echt gewoon ook voor Bittrex het aantal Bitcoin is. Maar tot die tijd moet je hier even mee spelen tot je een getal vindt waar je denkt, zeker bij Bittrex, van oké, dit geeft genoeg coins, maar ook weer niet te veel terug. Zeg. Kun je een waarde aangeven van je zegt van deze is op zich prima? Probeer is 500. Oké, 500 ingetikt. Prima, die gaan we zo even op testen natuurlijk. En dan heb ik hier nog een melding staan, short signals. Vertel nog even heel kort aan de mensen die absoluut niet short willen traden. Dat zijn waarschijnlijk de meeste mensen die de kliniek volgen. Dat zijn de meeste. Die wat hier precies mee bedoelt. Zitten inderdaad. Maar eigenlijk is dat, sommige exchanges kan je inderdaad margin traden en dan kan je dus ook andersom traden. In plaats van dat je alleen trades maakt waarbij je muntjes koopt en weer verkoopt en dan de winst pakt, kan het ook andersom. Dus je gaat dan muntjes die je eigenlijk niet hebt verkopen en onderaan koop je ze terug en dat klinkt heel gek, maar op die manier kan je ook trades zetten en dan kan je ook winst mee maken. Ja, als je, maar dan heb je wel short signals nodig. Ja, dit werkt eigenlijk als volgt. Als je al kunt traden op de manier die wij op CryptoCoiners gebruiken, dan weet je dat je eigenlijk instapt in een munt. Je koopt een altcoin, vaak met Bitcoin, en verkoopt die als die altcoin duurder is geworden. Bij short trading werkt het eigenlijk op een iets andere manier. Je doet eigenlijk, leen je iets, om het zo maar te zeggen. Je leent een munt, je leent een altcoin, omdat jij denkt, eigenlijk omdat je zeker weet, dat die munt gaat dalen in prijs. Dus je leent hem. Vervolgens wacht je tot hij in prijs is gedaald. Het mooie is, je verkoopt hem meteen. Dat is wat je doet. Je verkoopt die munt. Je verkoopt iets wat je geleend hebt. Vervolgens wacht je tot hij in prijs is gedaald. En koop je hem terug. En dan heb je dus winst gemaakt. Want je hebt er minder voor hoeven te betalen dan dat je hebt gekregen uit die verkoop. Dus omgekeerd traden eigenlijk. En dat wordt short trading genoemd. Short gaan wordt ook wel genoemd. Dat is een van de manieren om te profiteren van een dalende trend. Die wat langer duurt. En alleen die optie staat hier standaard aan. Maar je zegt zet hem uit als je wilt traden op de manier die is gebruikt in de clinics en dergelijke. Dus dat hebben we nu gedaan. Oké, ik heb alles ingesteld. Ik druk op save. En nu heb ik de instelling gedaan. En nu is de kwestie van op deze knop drukken. Ja. En vervolgens gaan we zitten wachten. Ik probeer nu op start scanning te drukken. Daar gaat hij. Ja. Kijk, hij is nu bezig. Hij scant nu, dat kan ik hier zien, waarschijnlijk 196 muntparen af. Dus die 500 is misschien toch wat te veel. Te weinig, die volume. Want wat kun je mij vertellen waarom je dat nu al weet? Want ik zie nog geen informatie op mijn scherm staan. En jij weet nu al dat het te weinig is? Nou, of te veel is? Ja, wat hij doet is, hij haalt allereerst haalt hij gewoon alle muntparen op bij Bittrex. Nou, dat zijn er, hoeveel zijn er? 200, 300 of zo bij Bittrex? Zijn er heel veel? Ja, zijn er heel veel. Ja. 200 nog wat. Maar uiteindelijk zijn het er misschien maar een 40, 50 tal die genoeg volume hebben. Waar je ook echt in wil daytraden. Dus op het moment dat ik hier zie van, nou ja, hij is nu 196 muntparen aan het scannen. Heeft u al een volumecheck gedaan? Ja, die heeft hij al gedaan. Ah, oké. En er zijn dus 196 uitgerold, zeg maar. En die gaat hij nou continu afscannen. Ja, dus hij zegt nu eigenlijk het volgende. Van deze, ik heb 196 muntparen gevonden. Ja. Met een volume. En we kijken alleen naar, volgens mij keken we alleen naar Bitcoin. Dat weet ik niet helemaal zeker. Even kijken, we keken ook naar dollar. Nee, we keken alleen naar Bitcoin. Hij heeft 196 volumeparen gevonden. Marktparen gevonden met een volume van een paar Bitcoin, van 5 Bitcoin. Dat is logisch, want ik geloof dat er maar een paar munten zijn, 2 of 3 of zo, die minder volume hebben op Bitcoin. Eigenlijk scant hij ze dus nu gewoon allemaal af. Wat je dus ook zou kunnen zeggen is van, hij doet toch het werk. Het is aan jou als trader straks, niet aan jou Erwin, maar aan jou kijker naar deze video, als je deze manier gebruikt, aan jou trader om nog even goed te controleren of je ook daadwerkelijk genoeg volume hebt om te gaan traden, of niet, dat je niet te veel koopt. En het vierde signaal, wat ik net al even zei van, nou, dat is nu even niet relevant, is kijk natuurlijk ook terug, want dat doet deze app natuurlijk, kan die ook niet doen. Kijk even terug naar de afgelopen candles, of daar niet al te veel platte candles bij zitten, zonder noemenswaardig volume, want dan heeft het ook geen zin. Maar ik ga nu gewoon op. We kunnen hem ook gewoon even laten lopen. Het coole is, zometeen verschijnt hier, als alles goed gaat, een lijst van marktparen. Waar op dat moment een signaal voor bestaat. En hij blijft dat maar scannen. Hij blijft dat maar doen. Hij blijft scannen. Het nadeel is wel natuurlijk, op het moment dat je hier nu 200 hebt, dan kan het zijn dat dat
totaal langer dan 5 minuten duurt om die 200 of die 196 paren te scannen. Ja. Dus daarom wil je eigenlijk dat hij hier zo snel mogelijk mee doorheen rast. Dus je zou bijna zeggen, wees nou slim en verhoog het volume gewoon, wat we nu gaan doen. We maken er, hier staat nu 500, maak er 2000 van of zo. Ja, bijvoorbeeld. En in een volgende versie trouwens, waarbij dus ook dit gefixt is, worden ook die platte candles waar je het net over had, worden ook meegenomen. Oké. In de signalen. Dus dan gaat hij alleen signalen geven, waar dus geen platte candles meer in zitten. Cool. Okay. Ja. Ik blijf hoog. Ik zit nog steeds op 192, zie je dat? Ja, het is toch wel veel, hè, met Bittrex. Ja, het blijft veel. Laat het even lopen. We krijgen straks vanzelf wat data te zien. Heb ik het goed als ik begrijp dat dit de tweede daytrading app is gemaakt? Is die je hebt gemaakt? Dat je hiervoor de backtester had of had je deze al? Ik had eerst de backtester volgens mij. Ja. Okay. Even uitleggen als je niet precies weet wat dat is. Emin zei het al, je hebt de clinic gevolgd, de daytrading clinic. En in die clinic vertelde ik dat er een hoog succespercentage is. Echt hoog. 98%. We hebben dat getest, uitgebreid. We zijn iets meer dan een maand bezig geweest. We hebben 1000 trades gemaakt. Let wel, we hebben meer dan 1000, bijna 2000 hebben we er moeten zetten. Want ongeveer de helft van de trades kun je uiteindelijk niet kopen. Je bent te laat of er is gewoon niet genoeg te halen op dat moment. Maar van de 1000 trades waar we daadwerkelijk hebben kunnen inkopen, hebben we er 980 hebben we er met succes afgesloten. En we dachten, ja, leuk en aardig, Sluman kan zoveel zeggen. Ik ga eens even een appje bouwen om te kijken of dat ook daadwerkelijk haalbaar is. En die app die heb je ook beschikbaar gesteld voor iedereen die je maar wil gebruiken. En die app die noem je de Backtester. En die heb ik hier ook even opgestart. En moet ik even zoeken waar die is. Dat is volgens mij deze. Nee, dat is hem niet. Dat is weer een scanner. Wacht even. Deze zal ik even sluiten. Heb ik hem hier openstaan, Erwin? Dit is hem. Bingo. Je hebt hem staan. Oké. Okay. Ja. Voor de helderheid, als je dit op video ziet, dit is geen trading app. Klopt, Erwin? Hier kun je niet mee traden. Hij geeft geen signalen af. Hij kijkt puur wat er in het verleden is gebeurd. En praat ons er even doorheen als je wilt. Wat zien wij? En het gaat dus mensen, het gaat om dit ding hier. Hè? Kan ik hem groter maken? Ja, dat kan ik. Zo. Ja, daarboven zie je de trades ook die hij gedaan heeft. Oké, wacht even. Kan ik nog wat groter maken? Het idee was inderdaad, ik had even achtergrondinformatie. Ik had die clinic bij jou gevolgd samen met nog heel veel anderen. Ja. Dan zie je zeg maar al in de eerste dagen na die clinic, zie je de eerste mensen die er enthousiast mee aan de gang gaan en dat de vragen gaan komen van hey, ik zit hier in een trade en het gaat niet goed en ja, het is 98% geroepen, hoe zit dat nou? Dus mensen worden een beetje onzeker, die zijn er nog niet helemaal bedreven in en de markt zat ook nog een beetje tegen, natuurlijk, die ging alleen maar naar beneden. Mm-hmm. Dacht ik van ja, ik wil het inderdaad, ik zou het wel eens willen weten en volgens mij kan ik dit automatisch gewoon testen, want die historische informatie is er gewoon. Van de grafieken. Ja, want voor de helderheid, je bent gewoon teruggegaan in de tijd. Want dat wilde je gaan doen. Ja, ik heb gewoon gezegd, nou ja, stel nou dat ik nu terug zou gaan in de tijd naar bijvoorbeeld 1 januari. En ik ga die methode van Roel volgen. Wat had ik dan, zeg maar, kunnen halen? Dat kan je natuurlijk gewoon in Cornigy doen of in TradingView met de hand al. Maar dat ben je wel heel lang bezig. Ja. En bovendien, programmeurs zijn liever lui dan moe, heb ik al geleerd. Ja, ik ben zelf ook een, dus ik weet hoe het is. Ja, ja, dus ik heb er gewoon een appje voor geschreven die gewoon de grafieken, zeg maar, downloadt en dan gewoon net gaat doen alsof die trades gaat zetten volgens jouw methode. Ja. En dan aan het eind van de rit laat hij zien hoeveel trades hij gemaakt heeft, hoeveel die procent hij gewonnen heeft en verloren heeft. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. We hebben hier een klein testje gedaan voor EOS. Ten opzichte van de dollar op Bitfinex. Ja. Vanaf 14 mei tot met nu. Oké, okay, afgelopen 10 dagen, ja. Ja, en dan de afgelopen 10 dagen. En dan, dan zie je dat hij in die 10 dagen 28 trades heeft kunnen doen. Heeft hij 23 van gewonnen, 5 verloren. Dus 82% gewonnen. Voor mijn beeldvorming, gebruik je exact dezelfde signalen als ik in de clinic heb gebruikt? Niet helemaal. Wat ik zei, die platte candles, dat zit hier nog niet in. Dus okay. Dan zou je dat op EOS USD waarschijnlijk niet zo snel tegenkomen. Nee. Hoe zit je met de kruising van de onderste lijnen in stochastic? Ja, dat is het tweede waar ik hier geen rekening mee hou. Het is gewoon op het moment dat die stok onder de 20 komt, is het een geldig signaal. Kopen. Korter de bocht kopen, ja. Oké, okay, dus je gebruikt dus de methode. Ja.
Dus je gebruikt eigenlijk de methode die ik in de kliniek ook vertelde. Luister, als je het niet al te kritisch opneemt, dan kun je meer trades sluiten als je niet uitgaat van kruisende lijnen voor stochastic en de naar boven schietende lijn, de K-lijn in stochastic. Dan haal je meer trades, maar de kans op een niet goede trade is wat groter. Is dat, druk ik me zo correct uit? Ja, dat druk je heel correct uit. En zelfs bij die wat onzekere methode haal je al, zou je in het verleden op basis van EOS USD 82% hebben gepakt? Ja. Dat is cool. Ja, cool. Ja. Oké. En, wauw, ja, cool. En iedereen kan dit, want dat is het mooie van deze app. Iedereen kan dit zelf testen, hè? Met welke munt dan ook? Ja, in principe wel. Ja, alleen het is nog niet echt een appje voor echte eindgebruikers. Dus je moet wel even de code aanpassen welke muntpaar je wil en welke beurs en zo. Maar daarom kan het wel, ja. Ja. Het grappige is, we hebben toen ik dit op de tradinggroep op Facebook zette, was er iemand, en ik ben sorry zijn naam even vergeten, maar die zei meteen van ja, dat is leuk, maar hoe zit dat nou met hoe werkt het in een bull market, in een bear market, hoe zit het in als we sideways gaan? Alle vragen die wij ons ook hebben gesteld hoe we dit testen, ja, precies. Dus die kwam met een aantal tijdsperiodes waarin Bitcoin echt werkelijk alle kanten opvloog. En ik heb die backtester daar door al die periodes apart laten gaan. En je zag gewoon dat het maakt niet uit wat Bitcoin doet. Die methode levert gewoon winst op. Dus dat was wel heel grappig om te zien. Dat had ik zelf dan ook eigenlijk nog eens verwacht. Ja, en dit is, ik vind het natuurlijk fantastisch dat jullie, of dat jouw trader, dit heb je alleen geschreven, deze app, hè? In je eentje. Ja, klopt. Wauw. Het is ook fantastisch om te zien dat jouw backtester bevestigt wat wij al wisten natuurlijk. Wij zijn dan de groep mensen die dit al getest hebben. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat, dit is even een boodschap aan de mensen die al op deze manier traden. Kijk, ik lees natuurlijk ook in de tradinggroep op crypto op Facebook, de speciale CryptoCoins tradinggroep voor mensen die al traden. Lees ik natuurlijk soms de verhalen van mensen die zeggen van ja, het gaat niet en het werkt niet en dit en dat. Dit bevestigt, en dit is extreem, volgens mij extreem objectief, dit bevestigt dat de methode het gewoon doet. En dat je, en dat wil ik je meegeven, dat je je dus niet moet laten afleiden door als het een keer een dag niet gaat of als het een keer een paar trades niet gaat. Want het gaat ook weer over het grote plaatje. En zelf met niet 100% accuraat gebruik van de signalen, werkt dat prima. Ook in bear markets. En dat is wat ik je wil, daar vond ik het ook zo cool dat je dit gedaan hebt. Dit zou je moeten overtuigen dat deze methode het gewoon doet. En dat het dus zou kunnen. Als het bij jou even niet werkt, dan zijn er eigenlijk twee scenario's. Misschien houd je je niet helemaal aan de regeltjes, om het zo maar te zeggen. En misschien ben je te snel ontmoedigd. Dat is dus met name een boodschap voor de mensen die kijken en die af en toe denken van ja, dit werkt ook niet. Natuurlijk werkt dit. Anders zouden we dit niet gebruiken. Anders zou ik op deze manier zelf ook niet traden. En Erwin, begrijp ik jou goed? Want je zei dat in het begin van deze video al, of van dit gesprek al, dat jij gestopt bent met SPH traden, ga ik even heel kort door de bocht hier, en in plaats daarvan alleen maar een daytrading doet? Ja, ik doe nog wel wat swing trading daarnaast, maar dat is weer een heel andere methode. Maar SPH inderdaad ben ik achtergekomen dat het toch niet echt iets voor mij is, maar dit wel inderdaad. Dus, maar dat is dus puur een kwestie van, oké, dan heb ik een andere vraag aan je. Wat jij gebruikt, neem ik aan, bij jouw daytrading, je app, je eigen app. Ja, tuurlijk, ja. Oké, natuurlijk. Dus dat betekent, maar als je die app niet zou hebben, als je niet gebruik zou maken van je eigen daytrading app om jou de signalen te geven, dan zou je deze alleen met daytraden, niet met SPH traden? Ja. Oké, kortom, de manier SPH trading is gewoon niet jouw manier van traden. Ligt die niet zo goed als daytrading? Nee, ik heb het geprobeerd en het is, wat ik zei, de methode werkt goed. Maar het past niet zo goed bij mij, zeg maar. Ik ben toch iemand die het leuk vindt om korte, snelle trades te hebben. In plaats van lang te moeten wachten en hopen dat er een keer een trade valt, zeg maar. Ik heb het geduld daar niet zo voor. Nee. Bij mij is het apart groep precies andersom. Maar dat is super persoonlijk hoor. Ik weet dat deze manier werkt. Ja, ik heb het zelf bedacht en we hebben hem uitgebreid getest. En jij onderschrijft dat ook weer. Maar ik vind SPH trading, dat past dan weer beter bij mij. Ik heb in april heb ik heel veel daytrade, omdat ik toen een aantal clinics heb gegeven over daytrading, een aantal video's erover heb gemaakt en nog steeds bezig ben met video's trouwens. Maar ik vind SPH trading gewoon relaxter. Maar dat is precies wat je zegt. Het is een kwestie van waarschijnlijk karakter, hoe je erin zit en zo. Hey, nog heel even. Ik heb nog een paar dingen die ik heel even met je wou bespreken. Om te beginnen, je zei net, en dat triggerde mij een beetje, je zei dat je, want je bent ZZP'er, hè?
Ja, ik ben ZZP'er inderdaad. Oké, okay. Ja. En jouw vak als ZZP'er is dat je ontwikkelt? Je bent programmeur? Ja, ik ben inderdaad freelance ontwikkelaar. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wat voor soort dingen doe je dan? Wat nou maak je? Ik heb de afgelopen tijd voor het klus bij Axel Nobel gedaan. Binnenkort zit ik bij RTL Nederland. Dan gaan we aan het Videoland platform werken. Bij Axo, ik weet niet of mensen wel eens bijvoorbeeld naar een bouwmarkt geweest zijn om daar verf te laten mengen. Wel eens gedaan, ja. Ja, ja, komt er natuurlijk een heel schap met allemaal blikjes met verf, maar jouw kleur staat er net niet tussen. Ja, die mooie machine hebben ze daar staan. Ja, nou, die machine die wordt aangestuurd, de software, en ik heb mee geholpen om die software te schrijven, zeg maar. Dus de meesten van ons kennen jou al lang. Nou ja, het is niet alleen ik, het is wel een team wat erachter zit. Maar ja, inderdaad, ik doe op die manier ICT-klussen bij bedrijven. Stel dat mensen zeggen van ik wil met Erwin op een of andere manier in contact komen. Los van de crypto, even los, ik kom zo nog even op het hele crypto-verhaal terug. Maar in jouw hoedanigheid als ontwikkelaar, hoe komen ze met jou in contact, Erwin? Op LinkedIn of iets dergelijks? Of hoe vinden ze jou? Ja, ze kunnen me altijd wel mailen, maar LinkedIn, daar ben ik sowieso op te vinden. Dus. Oké, okay. Erwin Bekkers, voor het geval ik niet ziet. Zo heet hij, Bekkers met CK. Je vindt hem gewoon op LinkedIn en zo kun je in contact komen. Hey Erwin, hoeveel tijd heb jij nu in het totaal besteed? Dus je zou moeten kijk, wij programmeurs, wij kunnen dat nooit inschatten. Wij hebben nooit weten, want we verliezen de tijd als we aan het ontwikkelen zijn. Maar hoeveel tijd schat je dat je in totaal bent bezig geweest met het maken van al deze apps? Want je hebt er nogal wat inmiddels. Al totaal alles bij elkaar. Misschien een weekje of zo. Dat valt wel mee. Wauw. Oké, laat je... Vooral even, ik ben zelf appontwikkelaar. Als je meer tijd nodig hebt voor het bouwen van apps, laat je niet ontmoedigen. Want Erwin doet dit gewoon voor zijn vak. Die is hier natuurlijk de hele dag mee bezig. En jij schrijft met name schrijf je met Visual Studio, als ik het goed zag. Klopt dat? Ja, ik ben echt gespecialiseerd in Microsoft. Dus .NET en C# inderdaad. Visual Studio. Oké, cool. Een hele belangrijke is... mensen die dit zien, die willen waarschijnlijk, zeker als ze al traden op de manier die we op cryptocoins gebruiken, willen jouw apps, want jouw apps kosten geen geld, je geeft ze gratis aan de community via GitHub. Dus, want ik heb eigenlijk een paar vragen aan je. De eerste is, hoe vinden mensen jouw apps? Hoe komen ze erbij? Via GitHub, denk ik, dat is de makkelijkste methode. Ja, op GitHub staat sowieso de source code voor de mensen die dat interessant vinden om te zien hoe het intern werkt. Ja. Voor de mensen die daar niets van af weten of willen weten, maar gewoon een standaard programmaatje willen runnen, heb ik in de Coiners Trading Groep in ieder geval een paar linkjes gestuurd met waar ze de executables kunnen downloaden en kunnen starten. Dus op die manier kunnen ze het ook vinden. Oké, okay. Hoe kunnen we mensen die niet lid zijn van de Coiners Trading Groep, maar die wel al daytraden? Heb je zoiets van, ja, die mensen moeten ook toegang krijgen tot die app? Of ben je daar wat selectiever in? Dat is verder aan jou. Nee, in principe kan dat wel. Ik weet niet, uiteindelijk ga je dit videootje wel weer op YouTube zetten. Ja, dit staat ongetwijfeld binnenaf op YouTube. Misschien kunnen we daar onderin dat linkje bijvoorbeeld erbij doen. Van, nou, hier kan je dat appje downloaden als je... Dan support. Kijk, dit is natuurlijk altijd een heikel punt. Ik denk dat we dat ook even heel duidelijk moeten stellen in deze video, maar uiteindelijk ook in de Facebookgroep waar dit allemaal mee begon. Voor de zekerheid, er zijn eigenlijk twee Facebookgroepen. We hebben gewoon de Crypto Corners groep, waar iedereen meer dan welkom is, maar waar jij volgens mij niet eens lid van bent. En er is, en er is ook nog... Nee, dat geeft me niks, maar ik dacht laatst, hey, hebben we eens lid van de gewone Crypto Corners groep. En er is ook een specifieke Crypto Corners groep voor traders, maar er is een hele simpele drempel. Je moet een clinic hebben gevolgd om daarin te kunnen, omdat daar alleen maar wordt gesproken over deze manieren van traden, over SPH-trading, en over daytrading. En beide manieren van traden zijn cool. Beide manieren zijn fantastisch. Ik ben een grotere voorstander van SPH. Erwin doet liever aan daytrading. Dat knip ik er wel uit. Nee hoor. Er zijn gewoon twee manieren van traden. Alleen om in die groep te kunnen komen, moet je die clinic hebben gevolgd. Zodat je weet waar het over gaat. En daar worden dus verder geen vragen meer gesteld als van wat vind je van de Neo? Wat vind je van de Verge coin die nu weer omhoog gaat? Dat is niet voor die groep. Dat gezegd hebbende, dat is wel de groep waarin jij op dit ogenblik support geeft. En wat ik wilde meegeven aan de mensen die deze video zien, is het volgende. Onderschat niet de hoeveelheid tijd die je als ontwikkelaar kwijt bent met het geven van support, met het beantwoorden van al die vragen, met enzovoort, enzovoort. Dat kost eigenlijk vaak meer tijd dan het schrijven van de programmacode. Want je schrijft de programmacode vaak eigenlijk voor jezelf. En denk van, nou oké, ik kan er nu mee overweg. Vervolgens gooi je dat in de groep, om het zo maar te zeggen. Iedereen let hier
in de Facebookgroep, in de trading Facebookgroep. En dan gaan mensen ermee aan te werk en die lopen opeens tegen problemen aan waar je zelf eigenlijk nooit over hebt nagedacht, omdat jij de app op een heel andere manier gebruikt. En je hebt hem ook niet gebouwd voor de massa, je hebt hem gebouwd voor jezelf. Dus dat betekent, en dit is, wil ik even alvast meegeven aan mensen die vragen hebben straks, nadat ze deze video bekeken hebben en, en daar vragen over hebben. Het zou niet eerlijk zijn als je ervan uitgaat dat op al jouw vragen een antwoord komen, want Erwin heeft dit product gebouwd als een weggevertje voor de hele groep. Het is geen commerciële app. Super belangrijk dat je dat inziet. Maar dat gezegd hebbende, mocht je vragen hebben over de app, dan zou je die op dit moment alleen kunnen stellen in de tradinggroep. En dat betekent dus dat het voor jou alleen maar relevant is om deze app te gebruiken als je kunt traden op de manier die we in de clinics uitleggen. SPH trading of day trading is ook logisch, want elke andere manier van trading wordt op dit moment, je weet nooit wat Erwin nog gaat bouwen, maar wordt op dit moment door deze apps niet ondersteund. Heb ik dat correct, Erwin, wat ik hier allemaal weer voorbij laat komen? Ja, nee, dat klopt. Ja, je moet denk ik de kliniek gevolgd hebben om te begrijpen wat je moet doen initiaal inderdaad. Dat, ja. Er zijn drie apps, klopt dat? Je hebt de backtester, dat is dit wat je nu voor je ziet. Dat is gewoon een simpele app die jij hebt gebruikt. Nou, simpel. Het is een app die jij hebt gebruikt om eens even te kijken of het allemaal wel klopt wat ik roep. Dat is de ene, ja. Dus dat is een soort eenmalige actie. Ja, controleer Sluma maar eens eventjes. Dat is app nummer 1. Dan hebben we app nummer 2, dat is deze scanner. Ja, die is voor daytraders, die gebruik jij bijvoorbeeld elke dag, want jij gaat niet met de hand al die grafieken af. Nee, dat laat je gewoon je app doen. En je ziet, hij zou trouwens bijna klaar zijn, hij scant gewoon alle paren af. Ja, dat heb je niet gevonden. En heb je app nog niet, nee, maar dat zou hij meteen laten zien overigens. Het is trouwens nu ook... Dat laat hij meteen zien, dus. Het is nu ook een relatief rustige tijd, het is avonds 10:00 bijna 10:10 in Nederland. Het is vaker tijd dat het rustig is, maar voor hetzelfde vliegen ze zo meteen over ons scherm. Deze app, precies, alles tegelijk, hè? Dat is ook zo. Er zit een curve in. Het is duidelijk herkenbaar als je daytrade. Bij SPH trading is dat absoluut minder. Maar als je daytrade, dan op deze manier, dan zul je zien dat de signalen vaak tegelijk komen. Bovendien is het ook logisch, want nieuwe signalen ontstaan na een candle. Dus op het moment dat de vorige candle klaar is, dat er dus weer een 5 minuten interval is geweest, komen er ook weer nieuwe signalen. Dus dat is niet meer dan logisch. Maar dat is dus de tweede app die je hebt gemaakt. En voor die mensen die net als ik SPH traden. En ik weet, er zijn mensen die doen beide. Maar over het algemeen blijkt toch wel dat mensen kiezen voor één trading methode. Als mensen kiezen voor SPH trading, daar heb je ook een app voor gemaakt. Dat is de SPH scanner. En ook die app, is die app ook door jou, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij is die dat niet, maar misschien vergis ik me. Bestaan er ook al twee kant-en-klare versies van voor Windows en Mac? Of moeten mensen die zelf maken? Ja, volgens mij wel. Nee, volgens mij is daar wel een kant-en-klare versie van, inderdaad. Oké, dan zullen we ervoor zorgen dat de links naar deze apps al even staan. Ja. Of als dat allemaal past bij de YouTube-tekst. En anders maak ik wel even op cryptocoiners.nl een aparte pagina met alle links. En dan verwijs ik daar even naartoe vanaf de YouTube-pagina. Even kijken hoe we dat doen. Dus dat zijn de drie apps. Klopt, hè? Er zijn er drie op dit ogenblik. Ja. En mocht je programmeur zijn en mocht je jezelf mee willen gaan spelen, dan kan dat dus. Want zoals gezegd, de broncode staat gewoon online. Op GitHub. Zeker. Ja, oké. Erwin, super. Heb jij nog iets toe te voegen of op te merken aan datgene wat we allemaal hebben besproken net? Nee? Oké. Nee, ik denk het niet. Nee, leuk dat ik een keer met jou erover mocht kletsen. Ja, ik moet zeggen, alle respect, echt waar, dat meen ik. En ik denk dat ik namens iedereen praat die deze apps al gebruikt. Ontzettend bedankt voor het feit dat je dit allemaal echt gewoon in de groep gooit. Dat je mensen de kans geeft om het makkelijker te maken. En ik kan ook niet anders zeggen, en ik wil absoluut niet de schoolmeester overkomen, maar Erwin gaf het ook al aan, het is superbelangrijk dat je weet hoe het werkt. Dat je weet hoe je kunt traden voor de traden. En dat je dus in feite in staat bent om de signalen die de app je afgeeft ook zelf te herkennen. Daar staat of valt altijd alles mee. Okay? Nou, samenvattend, vragen hierover, die kun je stellen in de CryptoCoiners Trading Groep. Dat kun je dus alleen maar doen. En ik hoop op je begrip daarvoor, en Erwin ook. Als je kunt traden, en dat kun je eigenlijk alleen maar als je een van beide of allebei de clinics hebt gevolgd. De app zelf kun je gewoon downloaden. De links daarvoor vind je onder deze YouTube video. Erwin, ontzettend bedankt namens iedereen. Ook bedankt voor je tijd die je nu hebt besteed hieraan. Het is alweer bijna 10:00 en dat op een donderdagavond. Morgen moet je waarschijnlijk weer vroeg aan de slag om verf te gaan mengen. Ach,
Sta ik... Nee, morgen heb ik lekker vrij. Oh, super. Oké. Erwin, dankjewel. We zijn even terug. We waren eigenlijk al klaar met deze video, maar het was te leuk om dit niet even te melden. Kijk, zojuist komt het eerste signaal hier binnen. Zie je dat? Van een paar minuten geleden. Kijk even niet naar de tijd die hier staat. Ik zit in een andere tijdzone op dit ogenblik met mijn 11 uur 53 dan jij. Of in ieder geval dan Erwin al en ook dan deze app dus. En je ziet hier een tijd staan waarin er zojuist een signaal is gevonden. We zouden even kunnen kijken. Het is natuurlijk altijd leuk om dit te doen. Dit is Bittrex waar we op zitten. Dus een nieuwe munt trouwens. Die staat nog niet zo lang op Bittrex. Even kijken. Dan gaan we even naar de XWC. Altijd leuk om te kijken of dat klopt. Ja, daar hebben we hem. Waarschijnlijk is het net eentje met heel veel platte platte candles. Duidelijk. Nee. Dit is haalbaar. Er zitten wel een paar platten bij. Kijk hier, 1, 2. Ja. Maar hier kun je op traden. En je ziet dus wat deze app doet. Echt klasse dit. Dit scheelt een hoop zoekwerk. Hij heeft op basis van deze candle, die hier op dit moment is afgerond. Deze candle kijkt hij nog niet naar. Maar op basis van deze afgeronde candle, hier zie je ook de tijd staan. Bij mij staat daar 11 uur 45, zoals je ziet. Bij jou zal daar nu op dit moment waarschijnlijk 20 uur 45 staan. Klopt dat? Plus 9. Heeft hij een mooie plek gevonden? En dit is dus een training. Dit is absoluut een instapsignaal. Dus op deze plek zou je nu al genoegen neemt. Met het feit dat de K-lijn nog niet naar boven is geschoten. Maar je zou dus met een succeskans van volgens jouw analyse ongeveer 82-83% zou je deze trade met winst afsluiten. En dit laat dus zien hoe cool deze tool is. Dat nog even. Nu zijn we echt klaar met de video, mensen. Veel succes met trade. Vergeet niet lid te worden van CryptoCoiners.nl als je dat al niet bent, van de Facebookgroep, om te kunnen meepraten over... Kijk, het signaal blijft trouwens bestaan. Om te kunnen meepraten over wat hier allemaal gedaan is. Oké, goed. Dat was hem allemaal, mensen. Tot kijk.